Vandaag hebben wij onze meerkotter opgehaald, onze boot van 10,5 meter lengte en 3,30 meter breed, steekt 1,15 diep en hij is net geleverd en we gaan nou naar Noord-Holland varen. We beginnen eerst langs Heerenveen, daar hopen we nog voor 12 uur een brug te halen, anders moeten we daar een uur stil liggen. Dat kunnen we eigenlijk niet gebruiken, maar goed. En we hopen heel veel plezier te gaan beleven van deze boot. Alles zit erop, er zit genoeg diesel in en water zit erin en we kunnen voorlopig vooruit. Op naar de eerste brug. De eerste passage hebben we eigenlijk al gehad bij Ter Herne. De boot is opgehaald bij Ter Herne Nautic. We hebben daar prima service gekregen en we genieten van onze eerste reis. We zijn inmiddels ruim 3 uur onderweg. De eerste tussenstop voor overnachting wordt Blokzijl. Want nu doen de bruggen het nog. We varen er nou ook naar eentje toe. En die worden nu nog bediend. Vanaf morgen worden die niet meer bediend. Dus dan, dan moeten we morgen, vandaag in elk geval door de sluizen heen zijn. De laatste is Blokzijl. En dan kunnen we morgen van Blokzijl varen naar Ketelhaven. En dan gaan we morgen door de Noord of door de Flevopolder naar Almere en vandaar naar Amsterdam. Bootbevalt erg goed, vaart lekker. Annelies is druk bezig met het dek schoonmaken en die knapt enorm op het dek. Dus vermaken ons prima, alles gaat erg goed. We laten de weerribben achter ons en we gaan door het laatste stuk gaan we naar Blokzijl. We gaan daar nog een sluis door en dan gaan we de nacht overnachten. We hebben hier rechts achter ons hebben we nog een leuk meertje van de weerribben. Het einde van de weerribben hebben we hier. En dan hebben we een hele mooie tocht gehad. En dan gaan we de laatste sluis zo meteen pakken. Zo, na een goede dag varen zijn we aangekomen in Blokzijl. Net nog voor donker. En we hebben voor het eerst gegeten hier aan boord. Dat is natuurlijk ook altijd erg leuk. En we zitten nu lekker binnen en de verwarming staat te draaien. Daar zit een nieuwe in, want de vorige was gesnuiveld. En we horen de regen tegen de ramen en tegen de boot aan, want het is inmiddels behoorlijk gaan regenen. Maar we vermaken ons prima. Dus einde van een eerste goede vaardag. Nou, hier krijgen we de test hoe hoog onze boot is. Het is laag water, dus dat scheelt wel. We verwachten dat deze brug op 260 zit. En we gaan kijken of we er onderdoor komen. En dan weten we gelijk wat meer over de hoogte van onze boot. Ik ga dit niet filmen, want ik ga mijn handen aan het gashendel en aan het stuurwiel houden. Ik laat het weer weten.
Nou, we zijn er onderdoor gekomen. De brug was 2,80 hoog. Vandaag vanwege het lage water. En we hadden ongeveer 40 centimeter speling. Dus dat deze boot 2,45 is, dat zal inderdaad ongeveer wel. En dat moeten we gewoon voorlopig veilig houden aan. Nou, onze eerste ervaring op een wat open water. Dit is de, komen zo bij de uitmonding van de IJssel in het Ketelmeer. En er staat een behoorlijke wind. En af en toe krijgen we behoorlijk poegwater, golfwater. Krijgen we over ons heen. Dus dan de ruitenwissers die zijn gelijk getest, die doen het. En voor de rest houdt de boot zich prima. Beweegt uiteraard wat. Maar ja, hoort erbij. Dus gaat helemaal goed. Vanwege de harde wind in de microfoon heb ik dit later ingesproken. Slecht nagesynchroniseerd, hoe je het wil noemen. We zijn in elk geval hier in de Ketelhaven. We hebben een mooie oversteek gehad over redelijk golvend water. Maar dat is allemaal prima gegaan. De boot houdt zich prima, wij houden ons prima. En dan gaan wij morgen verder varen naar de Ketel of naar Almere. Door de ketelsluis, die ligt daar, gaan we 5 meter naar beneden ongeveer. En helemaal doorvaren naar Almere, waar wij een mooi plekje hopen te vinden. In een beschut gedeelte, want de wind is nogal heftig. Dus kunnen we lekker rustig slapen vannacht, hopen we. Het is inmiddels dag 3 van onze route naar Noord-Holland. We zijn door de Ketelsluis geweest en door de Kampersluis. En we varen nu over de lage vaart. Varen wij naar Almere, waar we gaan overnachten. En ja, dit is een recht stuk voor ons. Daar gaan we heen. En het is rechte stukken. Dat is een beetje varen in Flevoland. Het is allemaal recht. Dus moet je ook je roer recht houden. Niet heel bijzonders, veel wind, dat wel. Als de wind zo is, dan moeten we in Almere blijven en de boot erachter laten en vrijdag verder varen. We hopen morgenochtend wat minder wind te hebben, dat de overtocht naar Amsterdam een leuke overtocht kan zijn. Nou, we varen hier door de lage vaart inmiddels en het is behoorlijke wind. En als je nou allemaal van dit soort bomen hier naast je hebt, dan merk je daar allemaal weinig van. Maar je komt af en toe op een open stuk en je verleidt helemaal naar rechts. Dus ik vaar behoorlijk bakbord. Er is totaal geen ander vaarverkeer aanwezig. En vooral bij dit soort bruggetjes, dan heb je wel eens even een open stuk dat er geen bomen zijn. En als je niet oplet, dan zou je zo tegen de rechter bolder aan, de rechter pilaar aanvaren. Dat moet je altijd voorkomen natuurlijk. Het laatste stukje bij Almere en ervaren met behoorlijke regen. Ik moet zeggen, het zicht naar voren dat blijft behoorlijk goed. Door zo'n scherm, dus dat valt me alles mee. Dat is erg prettig. En de laatste sluis, daarna gaan we linksuit en dan gaan we daar overnachten. Dus we blijven nog wel in de polder liggen voor vannacht. Hoop op mooi weer morgen. Zo, we gaan zo de Zuidersluis door. Het is even wachten, want er is een binnenvaartschip voor ons en dan gaan we de polder uit. Het is alleen wel een behoorlijk windgevoelig bootje. Hoort er natuurlijk bij, ik bedoel, daar is alles ook naar op zo'n boot. Maar het is af en toe wel eventjes wennen hoe alles reageert, hoe de boegschroef reageert. Voor en achteruit slaan. En rust behouden vooral. Voor de rest gaat het allemaal prima. En we gaan zo de sluis door en dan gaan we een overnachtingsplekje zoeken in het kommetje bij Blok van Kuffelen.
Zo, het is inmiddels dinsdagochtend 3 november. We lagen op een gesloten blok van Kuffeler. En het is 7:15 en we vertrekken naar Amsterdam. Expres zo vroeg, omdat het nu een redelijk windstil is. En straks verwachten ze weer windkracht 4. En dat is, met zo'n boot is dat geen pretje op het IJsselmeer. Dus we gaan nou de oversteek maken en op naar de Oranjesluizen. Nou, we varen inmiddels op het Ketelmeer. We zijn vanochtend vroeg getrokken vanwege de wind. En dat is maar goed ook, want we merken nu al dat het aanwakkert. Ik denk dat we vertrokken zijn met de windkracht 2-3. We gaan nu richting 3-4. En dat is, merk je aan de kop op de golven, het buiswater en het tentdoek wat weer klappert. En dat deed het vanochtend bij vertrek niet. Dan was het toch wel een stukje rustiger. Het is schitterend weer. Wat dat betreft kan het niet beter. We waren gelijk op met dit binnenvaartschip, waar wij straks in elk geval achterlangs gaan kruisen. We gaan er zeker niet voor zitten, want het heeft helemaal geen nut om de binnenvaart in de weg te gaan zitten. En dan kan je je beter maar even aanpassen. We hebben geen haast, we zitten voor op schema en alles gaat helemaal soepel. Zo, even van binnen een update. We naderen de Schellingwoudebrug en de Oranjesluizen. We hebben aan de rechterkant hebben we een sportafdeling. Dat zit een beetje achter de vlag van jachtbemiddeling Terherne Nautic, waar we de boot vandaan hebben. En we gaan hier geschud worden. En dan gaan we ook eventjes kijken of we gelijk doorgaan naar Alkmaar of dat we een tussenstop nog doen in Spaarnwoude. Maar even kijken of er geen problemen zitten met sluizen en dergelijke. Of die eruit liggen of zomaar weer. Gaat goed komen. Vanochtend zijn we om 9:22 weggevaren uit Spaarnwoude. En we hebben heerlijk weer, er is bijna geen wind, de zon die schijnt de hele tijd. We hebben bediening gehad op afroep en dat is allemaal goed gegaan. Zojuist zijn we het Uitgeestermeer overgestoken. Ik heb geen flauw idee wat ik kan zien vanwege de zon. Maar het is heerlijk, we gaan zo rechts uit, stuurboord uit. En dan gaan we de laatste uur of ongeveer naar Alkmaar varen. En dan zit ons overvaaravontuur erop. We zijn heel tevreden met de boot waar ze is gegaan. En daarna wordt het schilderen, schuren, planuren en al dat soort leuke dingen.